Hallo. Terwijl mijn vrouw druk naast me aan het typen is, ga ik jullie vertellen over de volgende update van Pokémon Go. Wat wordt de volgende update? Nou, er komt een vangbonus en een Pokéstop-draaibonus. Wat houdt dat nou precies in? Het houdt in dat wanneer jij een Pokémon vangt, je 500 XP extra krijgt. Dat geldt maar één keer. Dus voor de eerste Pokémon van de dag krijg je 500 XP extra en 600 Stardust. Doe je dit zeven dagen achter elkaar, dan krijg je op de laatste dag. 2000 XP extra plus 2400 starters extra. Dat betekent dus dat je per week 10.000 XP kan verdienen. door gewoon elke dag één Pokémon te vangen. Maar dat is niet alles. Wat kan je nog meer doen? Als jij elke dag één Pokéstop langs gaat. dan krijg je dus 500 XP voor de eerste Pokéstop. en je krijgt extra bonus spulletjes. Wat die bonus spulletjes zijn, nog geen idee. En ook weer na 7 dagen krijg jij een extra item. zoals we hier zien staan. Dus ook weer 10.000 XP. Dus je kan als je dit allebei doet, 20.000 XP per week verdienen. Dat is best wel veel. Tenminste, ik zeg nu 20.000 XP per week. Dat is helemaal niet waar. Het is 10.000 XP per week. Want dit is 5.000. Dus in totaal voor de, voor de Pokémon. En 5.000 voor de Pokéstops. En dat is samen 10.000. Ik had me even vergist. Ik was iets te enthousiast. Ik denk we worden helemaal rijk met experience. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hoe ziet dat er nou uit? Kijk. Als ik hierop klik, zien we een plaatje en in dit plaatje zie je dat je voor de eerste dag first catch of the day, dat is de eerste vangst van de dag krijg je een bonus en er staat een one day streak. Nou, al deze bolletjes die we hier zien, die gaan vollopen en op de laatste dag krijg je dus je zeven dagen bonus. Nou, als we naar het volgende plaatje gaan, zie je dat je hier hetzelfde krijgt voor PokeStops met extra ballen, extra dingetjes. Dus dat is allemaal heel erg relaxed. Wanneer gaat zo'n dag nou in? Nou, je kan op de hele maandag of de hele dinsdag. Nou, we nemen dinsdag. Zij hebben dinsdag als voorbeeld genomen. Als jij op dinsdag een Pokémon hebt gevangen, dan gaat op het moment dat het woensdag wordt, kan je weer een nieuwe vangen. En dan als woensdag voorbij is, dan de volgende dag kan je dat weer doen. Dus het maakt niet uit wanneer je het op de dag vangt, zolang je het maar ergens op de dag doet. En op het moment dat het middernacht wordt. Herst reset de timer zich. Dus gaat de klok weer terug naar 0. Nou ja, zo gaat het natuurlijk ook. Het is 12 uur s'nachts. En dan heb je dus weer de kans om een nieuwe Pokémon te doen. En een nieuwe Pokémon te vangen. Dus vang die Pokémon elke dag. En dan krijg je dus heel veel gratis XP en extra items. Dit is een van hun manieren om je. Pokémon te geven. Laatste dingetje: wanneer is hij er? Binnenkort zeggen ze. Nou, binnenkort, dat betekent bij hun vaak dat het maandag, aanstaande maandag, voor Android misschien er al is. En dan voor uh, iOS-gebruikers op een donderdag. Het kan ook gewoon zijn dat het voor iedereen maandag is. Of ze zeggen: Weet je wat, we wachten er gewoon nog lekker twee, drie weken mee. Geen idee. Maar meestal is het wel redelijk snel na zo'n aankondiging. Want anders zeggen ze het niet. Nou, dit was het. Um, Hierboven in beeld zie je nu allemaal knopjes en dingetjes verschijnen en je ziet een wordt lid van mijn kanaal en wordt lid van mevrouw's kanaal hier links onder in beeld hier rechtsboven zie je een videootje wat leuk voor jou kan zijn hier rechtsonder zie je een videootje waarvan ik denk dat het leuk voor jou is Tot de volgende keer druk op die knoppen en veel plezier met Pokémon Go